Gemeentelijke campagne moet seksueel overschrijdend gedrag terugdringen. Onder andere kickbokser Perry Ubeda neemt hierin het voortouw. Domme fout toe te geven, zeg maar, hoop ik dat andere jongens zeggen van hey, ja, ik heb ook wel eens zo'n fout gemaakt. Waardoor je dus bewust wordt van wat kan ik wel en niet maken. En verder in het nieuws vandaag, de Nijmeegse Wereldwinkel is na een opfrisbeurt weer heropend. En een expositie in Orientalis over verdriet en rouwverwerking. De TBS'er uit de Pompenkliniek in Nijmegen die maandag tijdens begeleid verlof wist te ontkomen, is donderdagmiddag in Amsterdam aangehouden. Dat meldt het landelijk pakket. De Amsterdamse politie heeft hem iets na 2 uur in de middag op het Buikslotermeerplein opgepakt. Het gaat om Bert O. Volgens meerdere media is hij een zedendelinquent. Je kleden hoe je wilt zonder bang te zijn voor seksueel getinte opmerkingen. Veilig alleen over straat lopen hoort normaal te zijn in een vrije stad als Nijmegen. Helaas is dat voor veel meisjes en vrouwen nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom startte de gemeente een preventiecampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag van mannen tegen vrouwen in de publieke ruimte. Het is een gevoelig gespreksonderwerp, ook onder mannen. En daarom hebben een aantal mannen uit Nijmegen daar het voortouw in genomen. Dus wordt gewoon eens bewust van dat waar je soms helemaal geen erg in hebt achter een vrouw lopen, dat kan zo vervelend zijn voor een vrouw. Praat samen over de grens is een campagne van de gemeente Nijmegen voor en door Nijmeegse mannen die het gesprek willen openen over seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Hier had ik dat akkefietje bij de Shoshimi. Het was 's nachts 3-4 uur. Zij had een borreltje op, ik had een borrel op. Dus zij stond een beetje met de kont tegen, op zijn Nijmegen zegt, tegen mij aan te rijden. Dus normaal zou je denken van, hey, daar is kat het bakje staan me te versieren. Ja. Dus laten zo op de billen zo van nou, en dan draaide ze echt om zo van what the fuck, wat doe jij, weet je wel? Ik probeer daarmee te laten zien dat, dat iedereen fouten kan maken zonder dat je daar echt van bewust bent. En door erover te praten hoop ik daar, dus door mijn domme fout toe te geven, zeg maar, hoop ik dat andere jongens zeggen van hey, ja, ik heb ook wel eens zo'n fout gemaakt of ik heb ook heel doms gedaan wat ik, of tegen met vrienden, waardoor je dus bewust wordt van wat kan ik wel en niet maken. Een huisgenoot van mij die heeft het heel vaak over, oh, ik heb echt zin om haar te doen. Ik heb schijnbaar een paar keer tegen hem gezegd, zonder dat ik dat zelf door heb. Maar je hebt toch gewoon seks samen en niet ik doe haar. Er is een kantelpunt gekomen waarin we met z'n allen langzaam aan het erkennen zijn van, hey, volgens mij hebben we heel lang te makkelijk gedacht over wat wel en wat niet kan. We moeten nu dat punt komen dat we daar dan ook met elkaar gesprek over aangaan. De twee Nijmegenaren werden samen met twee anderen benaderd om hier een podcast over te maken. Al wandelend door de stad deelden ze met elkaar hun persoonlijke verhalen. Wij komen veel in contact met jongeren die onder de doelgroep zouden kunnen vallen en van daaruit het gesprek te openen. En het zijn niet alleen de jongeren, wat we ook eigenlijk proberen zijn, omdat we dus een diversiteit aan mannen hebben, jongeren weer, ik heb persoonlijk begeleider, topsport en rapper, dat ook misschien trainers of coaches bewuster zijn van, hey, laat ik ook eens een keer in de kleedkamer die vraag gewoon eruit gooien van, hey, doen jullie met vrouwen of weet ik het wat, of wie maakt wel eens een domme actie. Als er echt iets gebeurd is, dan ga je het er vaak over hebben. Ja. Als ik hoor dat een van mijn leerlingen iets gedaan had tegen een vrouw, dan begon je er pas over, maar dan is het al gebeurd. Naast deze podcastserie ontwikkelden ze met behulp van mannen-emancipatieorganisatie Emancipator 5 tips voor het voeren van een goed gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze is samen met de afleveringen te vinden op de website van gemeente Nijmegen. De Wereldwinkel in Nijmegen is donderdagmiddag heropend. De winkel aan de Lange Heeselstraat heeft een nieuwe, moderne huisstijl gekregen. En wethouder Noël Verguns was erbij en stond stil bij de ideeën van de Wereldwinkel. We hebben een nieuwe huisstijl ontwikkeld, want de wereldwinkels bestaan al heel lang. Maar bij heel veel mensen had die toch een beetje een oudbollig image. En daar wilden we van af, omdat we nog jaren mee willen. Dus we hebben een nieuwe slogan, nieuwe logo's, nieuwe huisstijl aangebracht hier. En volgens de Wereldwinkel is deze nieuwe huisstijl erg belangrijk. Omdat wij door willen gaan met producten verkopen uit derde wereldlanden onder andere. Dus we moeten de winkel draaiende zien te houden, zodat wij weer kunnen kopen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika enzovoorts. Dus om die mensen een boterham te geven, moet onze winkel
zoveel mogelijk spullen verkopen. En daarvoor moeten we aantrekkelijk zijn voor klanten. De klanten vinden de ideeën van de Wereldwinkel heel mooi. Maar het is niet gemakkelijk om de winkel draaiend te houden. Nou, dat is wel een klusje. Want we zijn met ongeveer 15 vrijwilligers nu. We kunnen er steeds veel meer gebruiken. Maar we hebben wel steeds toch aanmeldingen via onze website. Kun je het zien. We hebben een foldertje in de winkel. Want er melden zich wel steeds weer nieuwe aan. Maar er gaan ook weer mensen weg. Ten eerste dat het een doelstelling is. Dat ze dus producenten uit ontwikkelingslanden, maar ook andere duurzame ondernemers een kans geven, een stem geven. En dat die dus een beter inkomen kunnen krijgen op deze manier. Het zijn allemaal vrijwilligers in deze winkel. Dus die hebben geen verdiensten. En op deze manier laat je dus nogmaals zien wat voor producten er allemaal zijn, wat die mensen kunnen maken. En ook dat sommige dingen, zoals bij de levensmiddelen, dat daar de wereld niet eerlijk verdeeld is. De Wereldwinkel wil een goede invloed achterlaten op de aarde. Maar dat kan soms nog best ingewikkeld zijn. Duurzaamheid speelt. Veel klanten beginnen erover. Maar ja, het is een gegeven. Als wij iets willen verkopen wat in Zuidoost-Azië gemaakt is, dan moet dat vervoerd worden. Dat is zo. Maar we proberen nu ook steeds meer producten van niet al te ver weg te verkopen. We hebben sokken die in Nederland gemaakt worden, waar dakloze mensen meehelpen om die te ontwerpen. En waar voor ieder paar wat wij verkopen, de een aan het Leger des Heils wordt gegeven. We hebben bloknotes van gerecycled papier. Dus we proberen behalve van ver weg ook spullen van hier te kopen die het liefst hergebruikt zijn. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Een expositie over verdriet en rouwverwerking. Het klinkt misschien niet als het ideale dagje uit. Maar volgens Museumpark Orientalis krijgt vroeg of laat iedereen hiermee te maken. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is vandaag aangekomen in de Amerikaanse stad Albany. De hoofdstad van de staat New York. Het doel van de reis is om de vriendschapband tussen Nijmegen en Albany te verstevigen voor de toekomst. Deze band is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, toen de Amerikaanse stad hielp met de wederopbouw van Nijmegen door hulpgoederen en bouwmateriaal te sturen. Het bezoek van Bruls duurt tot en met aanstaande maandag. Wat eerst een verouderd bedrijventerrein was, moet nu een levendige buurt worden. Dat is wat de gemeente Wijchen samen met eigenaren, gebruikers en bewoners van het gebied Kraanvogel wil veranderen. Er is nu een plan voor 64 woningen. Er wordt door Van der Klok en Adrie Spanjaards gewerkt aan een bestemmingsplan. En er zal ook een inloopbijeenkomst zijn op 24 mei. Ten zuiden van Beuningen, daar waar de schoenaker over de A73 heen gaat, wordt op dit moment een zonnepark van 10 hectare aangelegd. Het zonnepark wordt aangelegd door projectontwikkelaar ZonXP uit Dordrecht. Als het park straks klaar is, heeft het een vermogen van 14 megawatt. Daarmee kan het stroom leveren voor 4000 huishoudens. Er is een nieuwe investeerder gevonden voor het voormalig pand van Café Extase aan de Grote Straat in Nijmegen. Bierfabrikant Grols, die de huidige eigenaar is, wil nog niet zeggen aan wie het is verkocht. Maar het kan wel zeggen dat het om een grote investeerder gaat die er opnieuw een horecagelegenheid zou gaan vestigen. Op de bovenste etages zal er ruimte zijn voor woningen. Het pand staat inmiddels sinds 2019 leeg. En begin dit jaar werd het nog tijdelijk gekraakt door krakersgroep Jan 10, die er na enkele dagen weer uit werden gezet door de politie. Aankomende zaterdag kun je bij het Max Planck Instituut aan de Woendlaan in Nijmegen op een bijzondere manier leren over de werking van taal. Zo zijn er naast de lezingen ook activiteiten als wandelen door het brein, ontmoeten van een sociale robot en in de rol kruipen van een DNA-detective. De open dag geldt voor alle leeftijden en de toegang is gratis. In Museumpark Orientalis is momenteel de Pieta-expositie bezig. Deze expositie gaat over hoe je om moet gaan met verdriet en rouwverwerking. Misschien niet het meest vrolijke onderwerp, maar vroeg of laat krijgt wel iedereen hiermee te maken. Deze expositie is al heel lang geleden ontstaan, naar aanleiding van een persoonlijke ervaring. In die tijd heb ik een beeld gemaakt van gips bij een kunstenaar. En dat beeld heeft eigenlijk heel lang gestaan, zeg maar, tot ik Henk Westerhof tegenkwam. Dat is de andere kunstenaar waar ik samen deze tentoonstelling mee gemaakt heb. Deze werken mee gemaakt heb. En
Hij zei, we gaan er wat mee doen. We gaan het verbreden. We gaan zorgen dat het onder de aandacht komt. En toen zijn we gaan filmen. Dat is wat jullie in de installatie kunnen zien. En ik ben schilderijen gaan maken. En zo langzamerhand, dan heb ik het over een start vanaf 2015. De expositie is te vinden in het hoofdgebouw van het Museumpark Orientalis. In dit gedeelte van het park is een ruimte ingericht om het thema van de expositie duidelijk in beeld te brengen. Er is een installatie, dat is eigenlijk het hoofdwerkstuk van ons. Daarbij is er een video te zien waarin nog het oude beeld, wat ik destijds als eerste gemaakt heb, in vertraagde opnames te zien is. Met een beetje meditatieve uitwerking. Schilderijen. En voor deze tentoonstelling zijn we zelf ontzettend blij mee. We hebben een samenwerking met Museum Krona uit Uden. En die hebben beelden, oude beelden in bruiklijn gegeven. Zodat eigenlijk meteen de lijn naar de geschiedenis duidelijk is. Omdat het al een oud beeld is, hè? De Pieta, de moeder met de dode zoon. Niet bijbels beeld trouwens, maar waar wel al eeuwenlang kunstenaars mee aan de gang gaan zijn om het steeds weer opnieuw te benaderen en opnieuw dat verdriet en die compassie en die troost uiting te geven. De expositie duurt nog tot 4 juni. Tot die tijd is de expositie nog dagelijks van 11 tot 5 uur te bezoeken, met uitzondering van de maandagen. Wat opvalt is dat iedereen anders reageert op de expositie. Wisselend. Omdat het natuurlijk een thema is, hè, wat ook wisselende reacties oproept. Er zijn mensen die het een hele mooie tentoonstelling vinden. Die het heel erg passend vinden in de ruimte en de plek. Orientalis als plek. Er zijn mensen die het misschien ook wel een beetje afschrikt. Maar over het algemeen, dat hebben we in Wijchen ook meegemaakt, roept het sowieso wat op. En de meeste reacties zijn positief, omdat we het toch aan de orde willen stellen. Ja, en dan sport. Want vrijdagavond speelt NEC de wedstrijd in Enschede tegen FC Twente. De Nijmegenaren moeten stunten in Twente om nog een klein beetje hoop te houden op die playoffplek. Het ging afgelopen week natuurlijk veel over de verloren wedstrijd tegen Heerenveen en vooral over keeper Jasper Cillessen. Heeft trainer Rogier Meijer de ploeg weer scherp kunnen krijgen en hoe is het met Jasper Cillessen? Nou ja, goed, ik heb net tegen Gelderland ook gezegd, de terugblikken gaan we niet meer doen. We gaan vooruitkijken en van wedstrijd tot wedstrijd leven. Dus er is genoeg over gezegd en geschreven, dus ik wil nu vooruitkijken. Ja, hoe is het trouwens met je hoofd? Of moet ik zeggen, hoe is het met de doelpaal? Ja, volgens mij is de doelpaal goed. Mijn hoofd, hersenschudding kan ik niet hebben, dus het scheelt weer. Dat is een moment en dat is een gevoel. Op dat moment is het zuur. Maar ja, goed, nogmaals, morgen we weer. Ja, toch lijkt me balen, want je speelde gewoon een prima pot. 85 minuten gewoon een prima wedstrijd. Eén zo'n momentje en het wordt weer uitvergroten. Word je daar niet moe van? Of is dat ook gewoon misschien het lot van een keeper? Dat is het lot van een keeper, ja. Zo simpel is het. En je kunt een aantal mooie reddingen hebben. Belangrijk zijn en één fout en het is klaar. En dat is het mooie, maar ook het vervelende van een keeper zijn. Ja, want waar ligt voor NEC de kans? Er zijn wel verschillende zaken. Hè. Ik bedoel, wat ik al zeg, er zijn natuurlijk veel spelers die in aanvallen denken. Dus dat ligt zeker in de omschakeling, wat we ook een aantal keren tegen Heerenveen goed deden, ruimtes. Maar ook als je aan de bal bent, ja, zij geven veel druk en met veel spelers naar voren. Ja, sorry, als je daar onderuit voetbalt, dan ligt er ook ruimte. Dus ja, dat zijn wel dingen die we benadrukt hebben en die we hebben laten zien. En voor ons een taak om te kijken of we eruit kunnen halen. Ja, dan het weer. We zaten vandaag nog steeds in een dip die het weer momenteel doormaakt. Het was veel bewolkt en af en toe viel er ook een bui, soms een flinke, zoals je misschien nu ook hoort. Ook de temperatuur van 15 graden is wat laag voor de tijd van het jaar. Gelukkig wordt het langzaamaan wel weer wat beter. Vannacht vallen er nog de nodige buien, maar morgen verloopt de dag grotendeels droog. En er is ook veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt zelfs naar 21 of 22 graden, kortom terrasweer. In de avond kan er vervolgens weer wel wat broeierig gaan aanvoelen en ontstaan weer de nodige pittige regen- en onweersbuien. Het weekend zal vervolgens grotendeels droog en zonnig verlopen en ook de warmte houden we nog even vast. Met zo'n 22 graden, volop lente dus dit weekend en pas zondagavond is er weer kans op een lokale bui. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update en vervolgens gaan we weer de streek in. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan!